open broek. Ik wist nooit dat kinderen zo gedragen hadden. Tot 1860 gedragen door kinderen, prostituees en danseressen. En dan mogen wij in 1860, als de crinoline komt, dan gaan wij ook een onderbroek dragen. En voor die tijd een lang hemd. Dit is een heel schattig meisjesbroekje uit 1870. En als je nou naar het kruis kijkt, dat hangt ergens op je knieën. En zo is de onderkleding altijd geweest tot het begin van de 20e eeuw. Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon iets met kleding. Ik heb ook iets met oude kleding. Dan krijgen we de klepbroek. Met bandjes. De voorkant is niet zo wijd als de achterkant. Want in deze periode dan dragen we een queue de Paris. En dan trek je je hemd naar achter en dan heb je al een beetje achterwerk. En dat houden de kindertjes dus ook aan. Nou, dan heb je de Franse klepbroek. Dat is een beetje eleganter. Een beetje korter. En dan zo rond 1900, dan gaan we dit dragen. Dit heet een combination. En als we naar de wc moeten, dan doen we deze klep naar beneden. En dan gaan we dus ander ondergoed dragen. Te weten die roze onderbroeken van onze oma's. Iedereen denkt dat ze altijd maar in dezelfde kleding gelopen hebben, maar dat is absoluut niet waar. Het is echt om de 20 jaar of soms om de 10 jaar dat er een andere mode geweest is. Tot ongeveer 1500 liepen de mannen en vrouwen eigenlijk hetzelfde gekleed. En dan krijg je eigenlijk in Spanje dat daar een kledinglijn ontwikkelt en dat gaat dus door heel Europa heen. En koningin Victoria, die was echt een kleding item. Zij bepaalde heel vaak het modebeeld. Dat valt mij erg tegen tegenwoordig ook in musea, dat er bijna geen aandacht wordt besteed aan kleding. En ik was een keer op een vergadering in het gemeentehuis en daar waren dus een heleboel mensen daar en toen vroeg iemand mij ook, wat verzamel je? En toen zei ik kleding en ook streekdracht. En toen zei iemand streekdracht, ik zei, ja, ze hebben hier niet naakt gelopen. Nee, mensen hebben toch kleding aangehad? Nou, dat is heel vaak goed bewaard gebleven in kisten. En dan komt het tevoorschijn vaak 100 jaar later. Ik heb hem in een boekje gevonden. En in Engeland en Frankrijk, daar mocht je bloot. En het kruisje is een Keltisch kruisje en dat is gekocht in Engeland. In Nederland mochten we absoluut niet bloot. Het was streng verboden. En daarom droegen we dus een hele mooie sjaal erin. Hele lange mouwen, want we wilden niet bruin worden. Want bruin zijn betekende arm en ook de mensen die op het land werken hadden heel vaak een grote hoed op hun hoofd. En dit is het einde van de empireperiode. Deze mouwen zijn nog veel langer. En als u nou kijkt naar dit, het is smerig en schoon. En dan kunnen we exact zien hoe klein die mensen hun armen zijn, want ze was maar 1,30 meter groot. Het grappige was dat wij dus als gewone mensen geen zijde mochten dragen. Dat was alleen aan de high society. En die mocht zijde dragen. En er is een hele wet geweest gewoon. En dat is eigenlijk door heel Europa geweest. Elke stad had een wet wat je mocht dragen als dienstbode, als knecht en als hoge welgestelde dame.
veel mensen tegenwoordig zeggen van, je was arm als je een boerenhoedje op had, maar dat is niet zo. Ik woon in Sint Pancras en daar had je echt die oude tuinders. En als ik wat wilde weten, dan ging ik naar Sim Wognum. En we hadden een mevrouw van over de 100. En dan weet je precies wat er in zo'n dorp gedragen is. Nou ja, en dan blijkt dus dat het boerenhoedje gewoon hier. En het leuke was dat als je een kap had, dan was je import. Oma gaat dood en dan erft je moeder, erft de kleding. Maar ja, je moet je voorstellen dat je eigenlijk niet de hele dag in die mooie kleding rondliep. En dan, dan gaat moeder dood en dan erft het haar dochter en die maakt er vaak iets anders van. Ik ging dat verzamelen omdat ik vond het leuk om te doen. Een beetje geschiedenis, hè. Ik ben gek op geschiedenissen. En dan krijg je, ik noem het een tik, dat je steeds meer wil hebben. En je gaat je steeds meer verdiepen in die modewereld. Ja, ik bedoel, wie heeft die crinoline, wat eigenlijk heel onpraktisch was. Maar ja, op het platteland deed ik je 6 onderrokken onder, met een kussen. Daar had je toch hetzelfde effect als die crinoline. De rok is uit 1860. Het jakje is uit 1870. De broche is gemaakt door iemand uit Urk. En dit heet Etskant. En in deze periode dragen we 6 onderrokken. De bovenrok. De rok uit 1860. Melk en bloed. En 4 stijf gesteven onderrokken. We deden een kussen om en dan hadden we in het dorp net zo mooi uitstaand als de crinoline in de stad. Vooral natuurlijk de mensen met geld, hè, die hadden echt winkelkleding en zo. Want ik kan me niet voorstellen dat je als vrouw van iemand die op het land werkt, dat je zoveel kleding had. Ik had bijvoorbeeld een zondagse jurk en je had een doordeweekse jurk. En daar moest je zuinig op zijn. En als hij nog goed was, dan kreeg ik dus nog een jurk van een nichtje, want ik was heel lang enigst kind. Nou, en zo ging het. Mijn lievelingskledingstukken die zijn uit de 19e eeuw. Dat vind ik eigenlijk heel... Ja, het grappige is, dan heb je die kleine mensjes en dan moet je voorstellen dat je 1,30 meter bent. En dat je ingesnoerd wordt op 55 centimeter. Dan denk ik, oh jee, wat erg. Dit jakje is uit 1840, het einde van het tijdperk van de kleine mensen. En hij heeft prachtige franje. Ik sta er altijd heel verbaasd over. En de rok is erbij gemaakt. Dit jakje is uit 1860, komt uit Frankrijk en dan zijn we in het tijdperk van de crinoline. Of de hoepelrok in Nederland. Dus kijken wat die prachtige knopen heeft. En de zijde is heel mooi bewaard gebleven. En dan dragen we een hoepelrok in de stad. En die kan soms tot 6 meter breed zijn. Deze is ongeveer 1860, 1870. Kun je zeggen. We weten het niet exact. Hij kan ook ouder zijn. Er zit ook heel mooi kant aan gemaakt. En dan droeg je gewoon nog een ander kraagje op, omdat je iets anders wilt hebben. De rok heeft dan van achteren een sleep. Zo. En die sleept over de grond heen. Dit is de Jugendstil. En je moet zich voorstellen, het is 1915. En dan... Het is een van mijn favoriete kleding. Ja, daarom. En dan worden we ingesnoerd op 61 centimeter.
Ja, en dan krijgen we de decadente Charleston-periode. Dit is een om te dansen. En ik denk dat je ook ingesnoerd werd, want hij paste net op de pop. Nou, dan gaan we roken. We gaan ons sminken. We gaan eigenlijk allerlei dingen doen die we vroeger niet deden. En dat zit dan waarschijnlijk in de Eerste Wereldoorlog. Nou, in de Wereldoorlog verandert altijd een modebeeld. We dragen hele lange kettingen en sigarettenpijpjes erbij. Hoe ik me voel? Ja, dat moet ik zeggen, van is wel een prettig gevoel, want mensen vinden het mooi. Vinden het onpraktische kleding ook, moet je zeggen, natuurlijk. Maar het geeft een beetje de geschiedenis van onze kleding aan. En ja, ik zeg altijd, kleding is ook geschiedenis.